Mijn naam is Danielle Pasma en dit is weer een Wednesday Warrior Walk. Ken je dat? Je mag niet oordelen. Een veelgehoorde uitspraak, vooral in wat spirituele kringen. Je mag niet oordelen. Is dat zo? Ten eerste, wat is de zin je mag niet oordelen? Een oordeel, volgens mij, toch? Je mag iets niet. Iemand vindt dat het niet goed is als jij oordeelt. Naar mijn idee is dat een oordeel. Of heb ik dat verkeerd? En dit zijn ook vaak mensen die dan, als ze oordelen hebben en ze dat van zichzelf merken, daar weer een oordeel op hebben. Oh god, dat mag ik niet doen. Oh, wat slecht van me. Ik oordeel. Ja, duh. Je bent mens. Natuurlijk oordeel je. Oordelen maakt dat je keuzes kan maken. Dat je kunt zeggen, dit past wel bij me en dit past niet bij me. Het geeft je als het ware een handleiding voor jouw leven, voor jouw levenspad. Een oordeel is een mening hebben. En ik kreeg laatst te horen dat de oordelen die ik uitspreek, mijn meningen, wat ik ook iedere keer altijd duidelijk zeg, is mijn mening, dat mensen voor het hoofd stoot. Ja, dat snap ik. Maar is dat erg? Is het erg om mensen voor het hoofd te stoten met iets wat jij vindt? Ik weet het niet. Is het erg om nooit een mening te hebben en nooit iemand voor het hoofd te stoten? Ik weet het niet. Wat doet dat voor jou? Wat gebeurt er met jou als jij nooit ergens een mening over mag hebben van jezelf? Als jij nooit duidelijk mag zeggen, dit vind ik niks en dit vind ik wel heel gaaf. Als je nooit mag uitspreken, omdat je dan bang bent dat je mensen voor het hoofd stoot. Ik weet het niet. Veroordelen vind ik iets heel anders. Ik vind, mijn mening, dat je moet oppassen met het veroordelen van mensen. Omdat je niet alle informatie tot je beschikking hebt. Per definitie niet. Dus je kunt een mening hebben ergens over. Maar meningen zijn in mijn beleving flexibel. Die kun je aanpassen. Voor sommige mensen is dat wat lastiger dan voor anderen. Maar een mening kan in principe groeien. Veranderen. Een veroordeling is ja, wat heftiger. Maar ook dat zullen wij altijd doen. Ik bedoel, ik veroordeel absoluut dingen. Ik veroordeel het als er aanslagen gepleegd worden op onschuldige mensen. Ik veroordeel bepaalde dingen die er met kinderen gebeuren bijvoorbeeld. Of met dieren. Tuurlijk heb ik ook veroordelen. Maar ik vind dat iets anders. Een andere categorie dan meningen hebben, dan oordelen hebben. Nou, mijn idee is de mens nooit vrij van oordelen. Verlang dat dus ook niet van jezelf. Realiseer je dat dat bij het mens zijn hoort. Bij het leven op aarde. Bij de contrasten die we hier beleven. En het helpt je om keuzes te maken. Probeer altijd wel voor jezelf zo zuiver mogelijk te zijn. Dan kun je leven met je oordelen. Met jouw meningen. En dan hebben andere mensen er misschien ook wat aan. Als je ze vertelt. Want alles bij jezelf houden, ja, is veilig. Want je wordt niet veroordeeld. Maar is dat voor jou goed? Dat is de vraag. Oké, dit was het weer voor deze week. Ik ben er nu even 2 weken niet. Want ik ga op vakantie. Ik ga even naar Griekenland. Dus 2 woensdagen ben ik er niet en dan ben ik weer terug. Ik wens je een hele fijne tijd en tot dan. Doeg!